Okay, people, let's go to work. Woo! Let's go! Vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur! Met een goed humeur, Vincent Chauffeur! Yeah! Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering Vrachtwagenchauffeur Vincent. Ik heb een prachtig aanbod gezien in deze fantastische game. Namelijk sinaasappels! En ik bedoel, we gaan die van Liegen naar Osnabroek. Gaan we die heen brengen. En dit is mijn vrachtwagen. Ja. En het stuurwerk, check. Ik moet alles checken voordat we gaan starten. Gaspedaal, werkt. Remmen, werkt. Even kijken, hebben we nog andere knopjes? Ik weet ze nog steeds niet aan mijn hoofd allemaal. Maar ik weet dat de ruitenwissers zijn. Gaan we die onthouden? Maar het is nog steeds goed weer. Dus we gaan gewoon met volle passie gaan we er vandoor. En we gaan dus even ons best doen dit keer. Ik heb gewoon remmen. Kijk, oh, dat was een beetje te vroeg. Maar ik denk dat we na die man wel kunnen. We gaan namelijk naar de rechterkant op. Zo. Kijk eens even hoe mooi ik dat doe. En we gaan achter die vrachtwagen, achter die bus. En... Dat is gewoon... Kijk. Kan je het nog zien? Kijk dan. Prachtig gestopt voor mij. Prachtig. Ik zei al, ik ga mijn best doen deze keer. Want ik heb namelijk liters sinaasappel achterin. Ik ga eens even kijken wat onze vracht is. 22 trossen sinaasappels. De Testa, we zijn voor ton. 22 tonnen sinaasappels. En we gaan naar Osnabroek. Eurogoodies, daar zijn we van het bedrijf. Jongens, jullie mogen best doorrijden. Ik wacht. Hij gaat al, Oh, woe! Ja, kom op, ga doorrijden. Oké, okay, en we hebben 10 uur de tijd. En volgende rustmoment is... Oh jongens, kom op. Dit gaat toch niet? Zo sta ik toch... Nu al een file. Op een normale weg. Nu al file. Rij je een keer door. Zo, heppakee. Als dat busje altijd achter me, voor me blijft zitten, word ik niet vrolijk van. Ja, kom op. Oh, wat een irritant busje, jongens. Moet je kijken. Heel mijn vrachtwagen staat nu vast. Probeer eruit te komen. Ja. Sorry, jongens. Sorry. Ja, je moet toch even aan de kant, vrachtwagen. Of een auto. Ja. Ja, hoor. Kijk eens even. Dat doen we gewoon. Dit is een van de beste manieren om in zo'n situatie te winnen. Oké, mijn stuur zit heel erg los. Maar we gaan het proberen. En het gaat goed komen. Het gaat goed komen, want met sinaasappelsappelen voel ik me gewoon sowieso heel fruitig. En ja, de lucht ziet er goed uit. Het zonnetje is blauw. Sorry, de sinaasappeltjes. Ik kom maar gauw. En het staat weer op rood natuurlijk. Oh. Hij werd wel bang, die man voor me. En dan van, oh shit. Een vrachtwagen en ik ben maar zo'n klein autootje. En nou stel je voor, zeg. Die zit in mijn achterklep, zit die dadelijk. Nee. Dat doen we pas op... Oh, hoe ver staan we? Kijk. Oh, zo. Ik sta echt net achter hem. Maar hij denkt van, nou, die gozer kan best wel rijden, joh. Maakt mij niet uit. We gaan naar links. Oh, hij gaat natuurlijk rechtdoor. Ja, watje. Daag. Hij is natuurlijk bang voor me geworden. Ja, vind je het gek met zijn grote lading sinaasappels? Dan zou ik ook afschrikken natuurlijk. Oké, waar gaan we naartoe? Ik wil naar... kijk, er staat een bordje. Nou, hier gaan we naar links. Ik zat helemaal niet op te letten. Ik vind het vervelende afsnijdingen. Maar hier kunnen we gewoon lekker vooruit. Ik zou het 40... Ik rijd niet eens 40. Nu rijd ik 40. Wat een slakkengang, jongens. Ja, maar moet. Scherpe bocht. Zo zijn de verkeersregels. Als je niet aan de verkeersregels houdt, dan moet je ook niet op de weg gaan. Heel simpel. En dit is nou helemaal mijn job. En ik ga hiermee hoop geld verdienen, namelijk 5.300 euro. Tenzij ik natuurlijk net als vorige keer zo'n prachtige boete aan mijn reet krijg. Dan is het natuurlijk veel minder. En jullie zien dat kaartje onderin, zien een overzicht van waar ik naartoe moet. Nou, jullie zien dat ik vanuit België helemaal naar Duitsland ga. En het is een mooie dag. Ik heb zoiets van, nou, we gaan gewoon heerlijk radio luisteren, maar ik weet niet wat de radiotoets is. Oh, muziek spelen, radiostream. Ik weet dat het natuurlijk updaten op het internet.
Plaats je liedjes in Euro Truck Simulator 2, muziek Mijn Documenten, en je zult ze daar zien. Dat kunnen we volgende keer wel doen. Rechtenvrije muziek, daar hebben we een leuk muziekje onderweg. Goed idee voor volgende week. Of volgende keer. Zo. Het is lekker rustig op de weg. En echt die zon. Oh, wat is daar rechts? Dat is natuurlijk de sinaasappelteelt. Daar hebben we, die hebben ze natuurlijk prachtig. En deze gaat wel harder, deze heb ik het gevoel. Nou ja, 71 kilometer. De maximale snelheid die wij ooit hebben gehaald is namelijk 90 kilometer geweest. En ik ga bij hem op de vangrail. En het is echt rustig op de weg. Ik heb trouwens ook gehoord in de comments dat er sprake is van files. Ik heb er nog nooit in gezeten en ik hoop er ook nooit mee te maken te hebben. Het is wel realistisch, maar ik krijg daar te... Echt waar, dan kan je de aflevering zo een drie uur maken. Zo. Oh, handen aan het stuur. Regel nummer 1. Handen aan het stuur. Wacht even, let op, hè. ik ga even genieten, want dit is wel mooi, jongens. Oh. Niks in de spiegel. Oh, ik rij een beetje roekeloos. Oh, ja, we gaan even rusten. La 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 la. Rusten, rusten, rusten. Zo, dit is een rustmoment. Dit zijn namelijk parkeerplaatsen. Die zie je ook gewoon aan de weg. En als het goed is, kan ik hier even parkeren om even uit te rusten. Even kijken hoor. Zo, want dit is ook bedoeld om gewoon je mail te kijken natuurlijk. Nou, we gaan eens even kijken. Hebben we een mailtje? Nee, er zijn geen korte berichten. Geen schade, dat is helemaal goed. We hebben geen wegenwacht nodig, want we liggen nog niet op de kant. Oké, okay. Oh shit, we moeten opschieten jongens. Want volgens mij, hoe sneller we zijn, hoe meer cash we kunnen ontvangen natuurlijk. Oké, we gaan maar weer eens rijden. En eigenlijk moet ik hier stoppen. Maar, oh dankjewel. Oh! Geen schade? Geen schade. Dat is hoe je een vrachtwagenchauffeur moet spelen. Geen schade. Kent die auto achter me? Zo, een beetje stoer doen. Zo, kijk, ben je nou? Ga ik tanken? Ja, tanken. Even tanken, jongens. Want ik vind, ja, hij zit voor de helft vol. En dat vind ik net niet genoeg. Zo, hier is een tankstation. Hier heb je Shell. Hallo, Shell. Oké, druk op E. Oké, dan gaan we tanken. Houd de volgende ingedrukt om te tanken. Dit is ook de eerste tank waar je niet uit de auto of de vrachtwagen hoeft te stappen. En toch automatisch gaat het allemaal. Oké. We gaan door. Druk op de volgende toets om de motor uit te zetten. Nou, dat hoeven we lekker niet, want we gaan gelijk door. De brandstofwagen wordt gedekt voor je werkgever. Dat is mooi. Ja, want anders moet ik dat zelf betalen natuurlijk. Hun willen dat ik de weg op ga, dan moeten hun maar betalen. Nou mooi, we hebben een volle tank. Nou ja, ja, we hebben een volle tank. Althans, dat het spel zei dat ik een volle tank had. Zo. Nou, dan gaan we een beetje, hè? Gaan we even naar links. Mogen we naar links? Ik zie niemand op de weg. Zo. Even kijken, waar moeten we naar Amsterdam rechtsaf? Nou, Amsterdam gaan we niet naartoe. Huppakee. Want we gaan natuurlijk richting Duitsland. En Duitsland is een mooi land. Hoop heuvels. En mijn stuur, wat doet hij raar? Nee, hij doet niet raar. Ik deed raar. Zo. En ik zit helemaal onderuit gezakt, jongens. Met het lekker gaspedaaltje zit ik heerlijk terrassen. Zo. Hè? Heerlijk even ontspannen, even genieten. Zo, even de bocht volgen. Dit is een mooi bochtje. En echt waar, het is echt, ik heb het eigenlijk nooit druk op de weg gezien. Dus ik ben benieuwd wanneer ik ooit dan een file tegenkom. Ja, maar ja, naarmate je natuurlijk het spel verder speelt en meer speelt, dan zou je wel merken. Maar ik heb nog helemaal geen gekke dingen op de weg gezien. Is dit een brug? Is dit een brug? We gaan voor het eerst op een brug, jongens. Dit is even een historisch moment. Dit moet je eigenlijk slow moten. En dat is een heerlijk rustig opera muziekje van... Oh, kijk hoe mooi dat hier. Oh, de Eurotoren, kijk. Dat is Rotterdam. Euromast, wat leuk zeg. Ja, Rotterdam ziet er sowieso heel leuk uit, maar ik kan me deze brug niet herinneren. Nou goed, we zitten ineens op de middenhelft. Ik weet sowieso... Zo, die mini, weer die mini. Die hebben we al eerder gezien. Stomme mini.
Ik weet dat je links... Kijk, links gaan de snelle jappen. Zo. Zo. Stoer doen hoor. Doe maar stoer. Doe maar stoer van... Ja, ik kan harder. Nee, links kan je sowieso inhalen. Kijk eens even jongens. Ik ga er een paar voor zijn poten rijden. Want... Let op, let op. Er zit iemand die wil me inhalen. Kijk, kijk. Maar ik denk dat je daar een boete voor krijgt als je gaat slingeren. Ja, nee, dat doe ik maar niet. Hé? Hé, wat is dat? Tentje. Hun tent is meer dan een vent. En oh, wat een mooie omgeving weer, jongens. Ik geniet elke keer weer van die prachtige omgevingen. En dan denk ik zo, rijd ik nou in Nederland? Of zit ik nou in een prachtig natuurgebied van Azië? Nee, daar val ik mee. Nee, nee, nee. Dit zijn gewoon de Nederlandse bomen. Zo, die man had haast. Het is echt rustig op de weg. Dit is echt niet realistisch. Frankfurt. Oké, we gaan dadelijk de afslag nemen naar rechts. Dus ik ga vast naar de rechterbaan. Zo. Zonder te kijken in mijn spiegels. En dan gaan we hier naar beneden. Zo, een beetje kleren, een beetje remmen. Ausfahrt. Dat betekent dat we al in Duitsland zijn. Oké, Köln en Mannheim. Köln ben ik geweest. Köln ben ik geweest. En als we ooit die vrachtwagen hebben, want ik wil geen ik heb gekeken jongens. Ik kan wel een lening afsluiten. Maar dan moet ik gewoon elke dag moet ik ongeveer mij dat 2 of 5.000 euro terugbetalen. Ja, ik heb zoiets van, ja, ik vind het leuk om te lenen, maar ik ga het niet doen. Nee. Dus ik moet een andere manier vinden om geld te verdienen. En dat zijn die baantjes die we doen. En als we dan een eigen truck hebben, dan gaan we door het hele land heen reizen. Dat vind ik een heel goed idee. Dan gaan we dus meer zien. We gaan naar Polen toe. Ik zou hier een beetje remmen dadelijk. Nee, dat gaat goed. Maar hier moet ik wel remmen. Rood licht, rood licht. Ja. Oh my god. Dat vind ik prachtig eruit zien dit. Moet je kijken. Wauw. Nou, kom op. Groen. Ja, ja, ja. Huppakee. Ik wist het. Scherp bochtje, blijf op de rechterbaan. Ja, we blijven op de rechterbaan. En je ziet in de achteruitkijkspiegel dat het helemaal misgaat met de bocht. Het komt omdat er zo'n hele lange slinger achter me aan gaat. Kijk, jullie kunnen het zien. Nou, dat gaat perfect, toch? Kijk, dan zie ik voor het stuur. Zie je me? Dit is raar sturen, dit. Oeh. Zo, we zitten weer achter het stuur. Zo hoort het, hè. Dit is natuurlijk wel de point of view van hoe een vrachtwagenchauffeur het moet zien. Zo, doe maar stoer hoor, met je BMW. Ha, sukkel. Kijk maar, ik heb geld. Zo, wat is dit? Een fabriek of zo? Dat ziet er aardig uit. Zo. En ik vind die bloemetjes ook zo mooi. Hè? Gele bloemetjes. Oh, beschadiging! Nou ja, die 3% wel maken het uit, joh. Elke vrachtwagen is wel beschadigd. Even wel een crash hier en daar. Dan mag hier ook nog wel een crashje bij. Ik heb gezegd, ik zou rustig gaan rijden. Maar ach, een beetje sensatie kan geen kwaad. En ik heb het gevoel, ik ben nu in de Ardennen. Zo'n gevoel heb ik al gelijk met die hoge bomen. En heel veel gras, heel veel groen hier. En ik zit niet op de snelweg, merk ik. Dit is geen snelweg. Oh, die rode auto naast me, dat is een mooie. Dus ik denk ook van, wat doet die vrachtwagen hier? Oh, die er is vast en zeker sinaasappels aan te voeren. Nou schat, heb je het gezien? Tegenwoordig die sinaasappels die smaken helemaal naar niks. Ja, dat komt zo. Daarom, ik moest ze natuurlijk naar Duitsland brengen. Hè, want die sinaasappels die smaken helemaal niet lekker bij ons in het land. En dan moet ik ze gewoon naar Duitsland toe gaan vervoeren natuurlijk. 18 ton jongens, 18 ton sinaasappels. Zo, dat het ding nog vooruit komt. Dit is wel echt een schöne bocht. Nee! Meen je dit? Wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? Ik zie groen licht. Ik dacht een file. Ik hoopte op een file. Misschien raar gezegd, maar ik hoopte op een file. Oké, we gaan hier naar rechts. En die man met al die auto's, die mag nu lekker naar voren. Oh, meen je dit? Jongen, jongen, jongen. Dat zie je altijd, hè? Wanneer ik eraan kom, moet hij op rood. Jongen, jongen, jongen. Ik ga even anders zitten, jongens. Ik ga even een beetje gestrest zitten, dat mag wel. Een beetje gestrest mag. Kom op, groen. Kom op, groen. Ja. Ja. Kom op. Ja. Ja, groen. Het duurt niet zo lang, je moet gewoon geduld hebben. En dat heb ik niet. Zo. Maak een bochtje, dit wordt een mooi bochtje, dit wordt een mooi bochtje. Oh!
die Vincent, flikt het. En dit vind ik leuk, van die smalle, niet zo snel weer saai. Dan ben je alleen maar vooruit aan het gaan. Ja, er is, je kan geen keiharde bocht maken natuurlijk op een snelweg, dat is logisch. Maar dit vind ik leuker, dat je wat meer van de wereld ziet. En ik hoop dat we dadelijk van Duitsland, dat we wat verder kunnen reizen richting Polen bijvoorbeeld. Of misschien Zwitserland. Of Noorwegen. Of misschien wel, noem nog eens wat in de buurt. Italië lijkt me ook nog wel leuk om, dat is niet die kant op, maar ik weet het. Maar Italië lijkt me ook nog wel leuk om naartoe te gaan. Ach. Ja. Die vangrail zit te dicht op de weg. Kijk hoe breed mijn vrachtwagen is dan. Jongen. Allemaal zo'n smalle paadjes. Die auto's die kunnen er makkelijk door mee. Ik heb zo'n grote bak. Vind je het gek dat ik me tegen die vangrail. En ik zei het jongens, ik heb niet gelogen. We gaan hier links. Ik heb gezegd. Bergen. We are in Moffenland. Oh, 40. We zijn dus bij de moffen, jongens. We zijn bij onze kuilgravers, onze strandwachters. Oh, shit, ik had niet moeten remmen in deze soort van... Oh, haalt hij dit, jongens? Ik hou echt mijn gaspedaal keihard ingedrukt. Maar met 18 ton sinaasappels... Ik heb toch 18 ton sinaasappels? Ja, sinaasappels. 22 ton, geen 18 ton. Ik heb 22 ton van Eurogoodies. Nou ja, we moeten dinsdag... Om 12.23. En kijk nou, huidige opdracht €12.000. Heb ik €12.000? Of, ja, volgens mij heb ik €12.000, maar ik verdien dat toch niet met deze job? Dat zou wel lekker zijn. Oké, dat betekent dat we nu geen fouten moeten maken. En je ziet op de grote kaart, we zijn, Dortmund ligt hier rechts. Dus als je daar kijkt, zie je Dortmund. Er staan bomen voor, sorry. En als je link kijkt, ja, er staan ook weer bomen voor. Nou, daar ligt dus Duisburg, Düsseldorf. En wat we gaan doen is, we gaan nu een bocht maken, want we gaan richting... Waar gingen we ook weer heen, jongens? Osnabrück. Oh, het staat er op de bordjes. Ik volg gewoon de bordjes. Zo, sorry voor boertje, klein boertje, jongens. Als truckrijder mag je boertjes laten. Staat in de wet... Oké, een rechte bocht. Ik vind het vrij redelijk gaan tot nu toe. Geen rare dingen mee tegenkomen. Geen mensen die spontaan op de weg stilstaan. Geen verkeersongeluk. Dat is ook wel leuk als ik dat een keer onderweg zie. Nou ja, niet leuk voor die ander, maar voor mij is het misschien leuk om het een keer te zien. En, oh, wat is dat daar dan? Dat is een mooie truc. Groen met geel. Kijk dan. BCP. Hallo BCP, blijf maar lekker op die rijstrook. Ja, mooi zo. Oké. En we gaan dus... Voor mijn jongens staat het geluid weer zacht. Ik hoor best wel weinig in die vrachtwagen. Zo, doe hem iets harder. Daar gaan we. Kijk, dit is wat lekker geluid. Kijk, nu hoor je het waarschijnlijk heel hard als ik dit doe. Zo, die sinaasappels moeten wel goed gebonden zijn. Nou, ik heb gezien dat als je je voordert en je kan je upgraden, dus als je level up bent krijg je een upgrade, dan kan je ook kiezen voor je krijgt breekbare spullen. En dat heb ik dus maar niet aangevinkt, want ik wil niet iets wat breekt, want dan moet ik echt heel mierenzifterig moet ik dan een bochtje nemen van misschien ga je wel te snel en dadelijk breekt het. Ja, hallo. Had je me niet moeten meegeven. Je weet dat ik een roekeloze chauffeur ben. Ausfahrt! Hallo Ausfahrt! Hallo, wie geht's? Oh, de sneeuw groeit op. De sneeuw groeit op de berg, zie je dat, ja? Oh, mijn vriendin ziet dat ook, ja. Die zit naast mij. Hallo vriendin, hallo. Wie geht's? Let's get los. I get los, ja. Oh, we kunnen tanken. Nee, niet nodig. Kijk eens helemaal voor. Dat is het voordeel. We hoeven niet te stressen van... Oh, nou, halen we het wel, weet je wel. Nee, het staat gewoon helemaal vol. En natuurlijk, windmolens. Jullie jatten van onze Nederlanders, die wij jatten niet. Wij houden ook van windmolens. Wij kunnen energie opboosten met die windmolens. En ik zie daar Fata Morgana. We zitten in de Efteling. Dan ben ik wel benieuwd of je daar de Efteling toe kan in het spel. Ja, wie weet. Dat moeten we ook nog eens een keer proberen natuurlijk. Denk het zelf niet.
Maar je weet maar nooit. En ik zag daar ergens, kijk, daar is Vater Morgana. Nou ja, daar lijkt het op. Het is gewoon een energiebal of zo. Ik weet het niet wat het is. Een grote lolly. Wat is het? Ja, ik moet concentreren op de weg. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het is die grote Duitse bol die ik in de Duitsland zie. Wat is dat, joh? Is dat bescherming? Bescherming van Duitsland? Ja, dat is bescherming. Oh! Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. We gaan ons best doen om zo zorgvuldig mogelijk aan te komen bij het betreffende dorpje. Het Duitse dorpje Osnabrück. En we hopen dat we zonder enige moeite het ook halen. Zonder de auto te beschadigen of de vrachtwagen. Laten we nou een Ausfahrt? Waarom sturen ze me naar Ausfahrt? Ik moet er helemaal niet in. Rijden. Goed zo. Die auto tegenover me, die is heel vervelend aan het doen. Ja, ga maar naar links. Huppakee. Hij zag inderdaad dat ik erdoor wou. Hij rijdt toch veel sneller. Nee, een stoplicht. Hij is op groen. Dat betekent doorrijden. Oh my god, jongens. Oh, het gaat goed. Osnabrück, het is in zicht, jongens. Motordefect. Oh, motordefect. Oké, jongens. Mijn motor is defect. Hij rijdt nog. Maar het stond bezoek zo snel mogelijk een werkplaats. Ik hoop dat ik het haal. Bij de eindbestemming. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik heb niks geks gedaan. Ik heb gewoon gereden. Dat die motor nou zo onstabiel is, daar kan ik niks aan doen. Osnabrück, in mijn mooie vrachtroek. In mijn mooie vrachtwagen kom ik naar jou op zoek. Osnabrück, ik kom naar jou op zoek. Ik breng wat sinaasappelen. Ben jou graag op de hoek. En we gaan hier naar links. Rustig hem, jongens. De motor is kapot. Die moeten we met respect behandelen als engelen in een gele boom. Oké. We moeten dan naar rechts. En dan zijn we bij de bestemming. We gaan het halen, jongens. Ik voel het. We hebben elke opdracht nog gehaald. Nou ja, niet allemaal. Ja, bijna allemaal. Hij gaat ook... Hij heeft dezelfde ding als mij, de vrachtwagen. Oké. Brede bocht. Ja. Zo. Volgens mij heeft hij dezelfde vrouw als mij. Owee, als die ook naar voren, als die naar links gaat. Owee, ga maar rechtdoor. Goed zo. Kijk, dat is gewoon een andere gozer. Ja. Vincent, haal het nog even. Kom op. Laat je niet kennen, laat je niet afleiden door het stuur. Weer rood. We zijn er bijna, jongens. En de motor is nu bijna aan kapot gegaan. Oh, hij is al kapot. Ik moet hem al laten nakijken. Kijk, hij rijdt uit zichzelf in één keer. Dat deed ik. Rijden, gassen. Kom op. Ga niet naar rechts. Ga maar naar voren. Goed zo. Dat vind ik wel fijn. Ze gaan nooit naar zo'n rare locatie waar ik naartoe moet. Een of andere sinaasappelfabriek. Nou, hier is het. Hallo, daar ben ik weer. Hallo.
om het parkeren van de trailer over te slaan en leveren een voltooien, zodat de parkeer mislopen. Ik wil eigenlijk die parkeerbonus wel hebben, maar dan moet ik hem achteruit parkeren. Zullen we het proberen? Ja, ik vind wel, we hebben zoveel doorstaan. Ik moet het gewoon proberen om het eindelijk eens goed te doen. Dan ga ik hem even achterin insteken, let op. Nee, verkeerd. Verkeerd, jullie zagen het al, dat lukt niet. Moment. Ik zie toch niks als het rare beeld zo kantelt. Ja, wat moet ik dan doen? Let op, dit gaat goed lopen. Dit gaat goed komen, jongens. Ik doe mijn best, ik doe mijn best. Sturen dan! Rotting! Waar gaat dat ding heen? Jongen, jongen, jongen. Zoveel jaar gedaan, weet je het nog niet. Kom op. Nou, het parkeer hier gehaald en de parkeerbonus. Voldoende hebben we het afgeleverd. Namelijk 338 kilometer afgelegd in de benodigde tijd van 54 minuten. Gebruik de brandstof 151. Maar dat komt door ons perfecte inladen. En je ziet dat ik al een hoop XP heb erbij gekregen. Kijk maar, wij zijn namelijk al bijna level 3. Yes! Oké, dames en heren. We hebben een totaal van 1311 kilometer afgelegd in deze afleveringen. En we gaan zeker ermee door. Want we staan nu op een bedrag van 16.472 euro. Wat we met Truck Simulator hebben gekregen. Wat ik heb verdiend uit mijn eigen moeite. Hè? De moeite die ik op de weg heb moeten doorstaan. Door rivieren. Door woestijnen. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer in Truck Simulator. Doei doei.